vroeger was ik er heel goed in. Als mama van 4 kinderen, dan moet dat ook. Dan moet je 20 dingen tegelijkertijd doen, want anders lukt het niet. Er staan er 3 rond u, terwijl dat de kleinste dat die een eten moet hebben. Moet boodschappen doen, de ene moet slapen, de andere moet zijn huiswerk maken. En ik kan eigenlijk zeggen dat ik er best wel goed in was. Een grote, ja, drukke bende. Nu gaat dat multitasken niet meer. Ik kan maar 1 ding tegelijkertijd doen. Ik kan mijn aandacht maar houden bij 1 ding waar ik mee bezig ben. Zelfs simpele dingen als de trap oplopen, iets gaan halen. Daar moet ik mijn aandacht bij houden om dat te doen. En tijd terwijl gaat het dus niet dat er iemand mij een vraag stelt of dat ze mij bellen. Zelfs op dat moment de telefoon opnemen is moeilijk. Want dat is geen automatisme niet meer, gelijk dat dat bij de meeste mensen is. Ik ben 43 jaar. Ik heb dus 4 jaar geleden de diagnose gekregen van Parkinson. En het is dus behoorlijk ontnuchterend om in een situatie te komen waarin dat je heel jong bent en waarin dat je ervaart dat je lichaam niet meer kan doen wat dat je hersenen zeggen dat het zou moeten doen. Dat is een heel grote frustratie. Een paar weken geleden moesten we op een vrijdagavond de Antwerpse ring over. En het was aan het regenen, het was 6:30, dus het was donker, maar we moesten in Berchem zijn. En ja, ik voelde mij gewoon echt heel bang geworden. En ik dacht echt van, ja, wat doe ik hier en wat doe ik de kinderen eigenlijk aan? We moesten gewoon die Antwerpse ring over. Maar ik zag eigenlijk heel weinig. En achteraf heb ik gezegd van, ja, dat doe ik eigenlijk ook niet meer. Als moeder van 4 jonge actieve kinderen, zij doet dus taxichauffeur. Op het agenda staat bij ons scout, voetbal, ballet en hockey. Als je dan niet meer gewoon in een auto kunt springen om dat te doen zelf, dan zit je dus met een probleem. Ik ben dus nu op een punt gekomen dat ik mij afvraag of dat toch verantwoord is dat ik auto blijf rijden, omdat ik quasi onverzekerbaar ben geworden. Mijn ruimtelijk inzicht is dus niet meer wat het moet zijn of wat het geweest was. In het donker heb ik gewoon geen dieptezicht niet meer. Ik zie geen verschil tussen een wagen die op 10 meter afstand van mij reed of op 2 meter afstand. Als ik ergens een opening heb waar ik tussen moet, in mijn inschatting rijd ik daar perfect door. En toch zit ik met de zijkant van mijn wagen tegen de linkermuur. Mijn wagen is, is mijn vrijheid, is mijn onafhankelijkheid, is mijn zelfstandigheid. Dat is een heel groot verlies. Ik denk dat iedereen zijn grootste angst is om zijn zelfstandigheid en zijn zelfredzaamheid en zijn onafhankelijkheid te verliezen. En om die verantwoordelijkheid naar uw kinderen toe en die vrijheid uit handen te geven. Vorig jaar, na het einde van de examens, had mijn dochter een fuif in de Capelle. En ik heb op voorhand gevraagd van hoe gaat het er geraken en hoe raak ik het terug? Moet ik u komen halen? Maar ze had gezegd, oh, mama, het is geen probleem. We gaan zelf met een hele hoop en ik zal wel met de fiets gaan. Jammer genoeg is die avond dan het weer omgeslagen. Is het keihard beginnen regenen. Dus ze heeft mij een kwartier voordat ze thuis moest zijn opgebeld met de vraag van mama. Kunnen mij alsjeblieft komen halen? En dan is dat heel ontnuchterend als mama dat je eigenlijk tegen je dochter moet zeggen van nee, dat gaat niet. Want je wilt je dochter van 15 jaar ook niet in de problemen brengen. En toch kun je op dat moment zelf echt niet ze gaan halen. Dat gaat dus echt niet, want ik heb dus de ziekte van Parkinson. En als ik mijn medicatie niet dusdanig time en ik lieg bijvoorbeeld aan in bed, dan ben ik off. En dan kan ik dus echt gewoon niet uit mijn bed stappen. Dat heeft allemaal tijd nodig en dat gaat heel traag en heel moeilijk. Dat gaat niet omdat dat niet kan. Dat zijn dingen dat meisjes of jongens van 15, 16, 17 jaar eigenlijk ten eerste niet willen horen en ten tweede niet begrijpen. Zij zijn bezig met hun eigen leven, willen naar school gaan en willen normaal zijn en doen wat hun leeftijdsgenoten doen. En omwille van het feit dat hun mama dus ziek is, kan dat niet altijd op de manier dat zij dat graag zou hebben. Ik heb dus een aantal pubers in huis en ze puberen dus stevig. Die zijn bezig met hun eigen dingen en met hun vrienden en die willen hun eigen ding doen. Ja, pubers moeten dus 10 keer hetzelfde vragen. Om alsjeblieft hun brooddoos in de afwasmachine te zetten, om hun schoenen uit te doen, op zijn plaats te zetten en hun pantoffels aan te doen. Elke dag 101 voorbeelden.
Ik ben s'avonds heel moe, dus als ze tot 1 uur op blijven, dan is het voor mij een hele uitdaging of quasi onmogelijk om ook tot 1 uur op te blijven. Ik vraag dan altijd wel van, kom even op de kamer iets zeggen om te zeggen dat je thuis bent. Maar nu van het weekend was dat met mijn dochter ook. Die had dan wel een sms gestuurd om te zeggen, ik ben thuis. Maar achteraf bleek dat ze eigenlijk op dat moment helemaal niet thuis was en dat ze natuurlijk dat sms gewoon gestuurd had om de mama gerust te stellen. Ik heb dus 4 jaar geleden de diagnose gekregen van Parkinson. Ik ben 43 en mama van jonge kinderen en pubers. En dat maakt het voor hen extra moeilijk, want het enige dat zij willen is een normaal gezin dat normaal functioneert, met een mama die dat doet wat er van haar verwacht wordt, zonder te beseffen dat je eigenlijk ziek bent en zonder te moeten horen dat er bepaalde dingen die dat normaal gezien vanzelfsprekend zouden moeten zijn, dat dus door die ziekte niet zijn. Ik heb dus sinds kort een gehandicapte kaart voor mijn wagen. Het gebeurt mij heel vaak dat ik mij op een gehandicapte plaats zet en dat ik dan aangesproken word door mensen van mevrouw. Dat is wel een plaats voor gehandicapten, daar moet jij niet gaan staan. Bijvoorbeeld aan de kassa van de Delhaize, als je boodschappen in je zakje moet doen. Dat gaat net als bij oudere mensen gewoon een klein beetje trager. Op dat moment worden ze zenuwachtig en bieberden 10 keer zoveel. En dan, als je dan juist toevallig een fles wijn koopt, dan zie je de mensen ja, toch wel kijken van oei, die heeft te veel gedronken of er is iets serieus mis mee. Er is gewoon veel te weinig begrip bij mensen. Maar je kunt hen dan natuurlijk niet kwalijk nemen, omdat er ja, zoveel onbekend is en zoveel niet zichtbaar is. Er zijn dus momenten dat ik wel normaal functioneer en dat ik bijvoorbeeld de zwarte piste naar beneden kan komen. Maar voor hetzelfde geld heb ik momenten dat ik de trap niet op geraak of dat ik uit de douche stap en mij niet kan afdrogen. En dat is iets dat mensen die dan niet vertrouwd zijn met de ziekte niet begrijpen. Ik functioneer normaal en ik ben normaal en we zijn een normaal gezin en ik doe mijn ding. Maar er zijn ook heel veel en meer momenten dat je dus geconfronteerd wordt met het feit dat dat niet zo is. Vorige week zijn we met de jongste naar de cinema geweest. En ik heb dus sinds een aantal maanden een gehandicaptenkaart. We konden dus heel vlot vlak bij de ingang van de Kinepolis parkeren. Voorbij alle files. En het vriendje van Jasper zei toen heel enthousiast, oh kijk cool zo'n kaart, waar kunnen dat kopen? Dan moet ik dat zeggen tegen mijn papa, dat hij dat ook in huis moet halen. Waarop dat dus Jasper vrij ontnuchterend antwoordde van ja, maar je kunt dat niet kopen, dat moet je krijgen omdat je mama ziek is. Je probeert het altijd als mama zo luchtig mogelijk te houden. Maar ik heb het moeilijk met de zorg voor hen en met er voor hen te zijn. En we hebben dan ook co-ouderschap, dus ze zijn er een week wel en een week niet. En als mijn week gedaan is, dan is er altijd een klein beetje een gevoel van opluchting, van oef, we hebben de rat race weer even doorstaan. Langs de andere kant trek ik mij enorm op aan hun aanwezigheid en aan hun liefde en aan hun warmte en aan hun steun dat ze mij elke dag opnieuw geven. Mijn gezin is een ongelofelijke steun voor mij.